Dag allemaal. Vandaag is het alweer het derde of vierde filmpje. En we gaan het hebben over de tijd van wereldoorlogen, hashtag spanningen in Europa. In het Papimento, et tempo di guerra mondiale, repetition y allianza. Dus een stukje herhaling. En we gaan het hebben over de alliances, allianties, oftewel de verbonden, de bondgenootschappen die er werden gesloten. Een stukje herhaling. De vorige, het vorige filmpje hebben we het onder andere gehad over de 19e eeuw en in die 19e eeuw raakte het Ottomaanse Rijk, ook wel het Osmaanse Rijk genoemd, in verval. Het ging niet goed met het Osmaanse Rijk. En wat gebeurde er nou? Er waren verschillende gebieden zoals Bosnië, Herzegovina en Bulgarije die zelfstandig wilden worden, zich af wilden scheiden zoals het noemt van het Osmaanse Rijk, het Ottomaanse Rijk dat vond, vond de kalif natuurlijk niet zo'n goed idee. Zo zie je hem zijn armen over elkaar staan. En de andere twee landen, die staan al klaar. Hè, Rusland en Oostenrijk-Hongarije zie je al klaarstaan om dat in te pikken. Ja, dus dat, dat was daar. Werd daar gevochten om de gebieden die het Ottomaanse Rijk niet meer onder controle konden houden. Hier zie je die kalif, de sultan, sorry, van het Ottomaanse Rijk. Nou, er was dus toenemend nationalisme, dus die gebieden wilden wel zelfstandig worden. Er was Rusland, die eigenlijk Bulgarije in wilde pikken. En er was Oostenrijk-Hongarije, die klaar stond om de andere gebieden in te pikken. Ja? Dus daar was een hele hoop aan de gang in de Balkan. Ja, dat, dat, dat vormde eigenlijk het kruidvat dat ervoor zorgde, hier zie je Rusland, dat ervoor zorgde dat, dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. He, dat, dat kon wel eens de aanleiding, de directe oorzaak vormen voor de eerste wereldoorlog. Nou, dat, dat zie je hier gebeuren. Wat was er aan de hand met bondgenoten en koloniale rijken? Um, nou, die bondgenoten en koloniale rijken die uh, speelden een grote rol, want die boden bescherming. He, met name die bondgenootschappen, die allianza, die boden bescherming. Daarom werden er na verloop van tijd steeds meer bondgenootschapjes onderling gesloten. En de eerste daarvan was in 1882. Dat gebeurde tussen Frankrijk en Rusland. En de tweede, dat gebeurde tussen Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. Die sloten ook een bondgenootschap. En zo zie je dat er na verloop van tijd, puur vanuit het idee van als ik bondgenootschappen, allianzen heb, dan ben ik veilig daarna hem safe, daarna heeft hij mooi protection, werden er steeds meer bondgenootschappen gesloten. En dat leidde tot de twee grote bondgenootschappen, namelijk de centrale, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en later ook Italië, en aan de andere kant de, 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 de geallieerden, zoals het in de Tweede Wereldoorlog ook heet, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland. En daar speelde dus ook de kolonie ook een grote rol in. Ja, dus het eindigde dus met twee bondgenootschappen. Nou, dat was een gevaarlijke situatie in het Papimento Situation. Want die twee bondgenootschappen, dat betekende als er eentje aangevallen werd, dat heel het bondgenootschap meedeed in, in het conflict, in de ruzie, in de oorlog, in de war die uitbrak. Ja? Maar het bood ook, dacht men, bescherming. Want als er uh, misschien wel oorlog uitbrak, dan had je tenminste hulp. Dan had je bondgenoten die je tenminste te hulp zouden schieten. Nou, die kolonieën die leverden grondstoffen en soldaten. Dus dat, die kolonieën speelden een grote rol in die Eerste Wereldoorlog en ook in die aanleiding richting die Eerste Wereldoorlog. Dat zie je in deze prachtige kaart terug. Uh, Possessiones coloniales el año 1914. Ja. En hier zie je imperius colonialis, helemaal links aan de zijkant. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld hè, dat Frankrijk grote koloniale bezittingen heeft in Noord-Afrika. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat Engeland ja, grote koloniale bezittingen heeft in India. En die koloniën leverden de grondstoffen. Dus die koloniën zorgden er ook voor dat die Eerste Wereldoorlog. Niet alleen maar een Europese oorlog was, maar ook een oorlog waarbij de wereld buiten Europa ook betrokken was. He, die, die werd er ook bij betrokken. Ja? Nou, ik hoop dat je iets duidelijker bent, uh, bent geworden over de Eerste Wereldoorlog en de oorzaken daarvan.